Weet je, de wereld draait aan alles wat normaal is, wordt abnormaal. Ik weet dat Tupac echte rappers en die boys van hier, dat vind ik niks. Maar de kids vinden deze neppe rappers de shit gewoon, snap je? Dus op een gegeven moment verandert de definitie van real naar wat eigenlijk fake zou zijn geweest in onze tijd. En hun kennen niet anders. Voordat er nu bij vreemden in de auto springen. Cuba, wat jaren geleden ondenkbaar was, gaan nooit met de vreemden mee, zeiden onze ouders. Chicks van nu praten de hele dag met pedo's en loverboys op het internet. Maar toen plaatste een meisje echt aansprak, rende ze voor haar leven. Waarom zijn fuckboys in? Waarom houden chicks van oude mannen of mannen in status? Omdat die trends sterker zijn dan onze natuurlijke verlangens. Als jij een man of vrouw lekker vindt, maar jou op je vrienden zeggen nee man, dan ga je dat geloven. Dus kinderen, want het begint op scholen wijsmaken dat ze homo transgender moeten worden om geaccepteerd te worden, heeft wel degelijk een impact. Want er zijn ook allemaal jonge zoekende mensen die uit de kast komen. Dat is wel apart. Er zijn alle millennials en jongeren van nu trans en homo. Weet je, als je de wereld ziet als een land, dan is Nederland een gekhuis. Dus daarbuiten is het normaal. Eerlijk, als ik in het buitenland ben met normale mensen, ik zit soms met Nederlanders, Nederlands buitenlands praat ik van joh, wat zijn deze mensen? Zo ben ik, zo ik ben. Al mijn ex-vriendinnen hebben kinderen. Ja, dat komt vaker voor bij vrouwen. Jongeren werken op het veld. Dat zijn allemaal mijn kinderen. Zal ik een appeltje voor je schillen? Je zegt ik ben niet buiten. Ik zag ze de 31ste en de 1ste januari. Mama corrigeerde me. Ik dacht dat iedereen intelligent was. Iemand met mijn profiel profileren is te obvious. Ik zou juist voor een doorsnee nerd gaan als ik keun was. Maar ja, die airport police marechaussee is ook niet de intelligentste werkles. Come on man, marechaussees dat zijn gymboys, sporters. Hun hersenen zitten in een postkast. Oh, je denkt je bent miljonair. Je hebt gewoon wat cijfertjes op een scherm. Ik, die de game killt in het Nederlands, tijd voor wat anders. Je denkt valt mee, omdat ze het niet snappen, maar dat is niet mijn probleem, snap je? Lekker gegeten, journaal gekeken, gezellig hoor. 2 uur verspilde tijd in je geweten. Je had kunnen daten, in de sheets kunnen zweten. Maar ja, zo ben ik. 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 Ik spreek die toekomstaal ABN. Zo ben ik. Op sollicitatie die ABN. Colloquial, doe normaal, spreek veel spreektaal. Je hanteert de ABN en toch asociaal. Zo ben ik. En vaak wordt dat gedrag ook fataal. Elke dag ongelukken, omdat wat stuntende sukkels denken dat ze het wel kunnen. Maar ja, rijden is een grote verantwoordelijkheid, is ook niet voor iedereen. Maar ja, zo ben ik. Zo ben ik. Weer een rapper met crime raps, wat een knul. Maar Ramadan Mubarak, wat die roept in april. Broertje Faka, hoe bedoel je? Hebben we het wel over hetzelfde geloof? Of is dat jouw islam? De islam 2.0. De pilaren zijn plofkraken, hash roken en chicks exposen. Echte G's zijn op zwijgrecht, niks is wat ik weet. Maar ik ben een rijder, dus ik reed die reek. Ja, volhouden, net als de struggle B, je moet je pil volhouden. Geen stress met stamina, maar wel met de vida. Pas maandag, begin al de vrijdag, borrel, HBO, cool. Mijn lijf was de echte scoro. Op je profielfoto heb je een Amerikaanse of BN'er, want zo zeker ben je van je zaken. Nou ja, ik ben kreeft, dus ergens zit er wel een psychopaat in me die zegt kom naar buiten, ik trap je de sloot in. Maar we kunnen de haatcultuur en agressiecultuur niet bestrijden met meer haat. Alsof dat het beter maakt. En ik doe niet mee, want ik ben niet zo. Ik ga niet participeren hierin. Ik doe niet mee.